Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport stimuleert cassavetelers in het Bronsweggebied met het plantrijp maken van hun areaal en het opdoen van kennis. Het gaat in deze om een cassaveproject waarbij er bittere cassave zal worden verbouwd. ROS-directeur Hermin Pavion zegt dat er alleen bittere cassave in het gebied zal worden geplant. Om weer te planten, maar hier is dat, wordt het zodanig gaan doen dat die meneer dat hier zal blijven planten. De eerste keer gaat hij planten, de vruchtbaarheid van de bodem wordt minder. Volgende keer gaat hij planten, dan gaan we een beetje bemesten. De derde keer ga je meer bemesten, weet u, alleen dat hij hier blijft planten. Ja, dus dat kan jaren doorgaan. Pavion stelt dat met de verbouwing van cassave voedselzekerheid gegarandeerd kan worden. Als onderdeel van het project wil het directoraat jaarlijks een labgrond openstoten voor beplanting. Als iemand een stukje land heeft, plantmateriaal heeft, dan moeten we ook natuurlijk kijken naar onze budget als dat toelaat. En als we dat hebben, kunnen we wel de mensen ondersteunen hierbij, maar een hele grote groep kunnen we wel niet ondersteunen. We hebben niet zoveel geld. Ja, zoals ik al zei, ons beleid is duurzame agrarische ontwikkeling. En we moeten ook stimuleren dat de mensen niet steeds weer elk jaar een stukje land gaan openstoten. Dus vandaar het woordje duurzaamheid. Hier, we gaan het afwateringssysteem ook aanleggen. Alleen dat er altijd spaarwater is, dat er niet te veel water is. Alleen dat hij hier langer kan planten. Pavion geeft aan dat de kennis die het directoraat de telers zal bijbrengen, vaardigheden moet aanreiken om te handelen bij wateroverlast of andere moeilijke weersomstandigheden.